Goeiedag, de meeste mensen zijn er inmiddels wel klaar mee, het natte en winderige weer. Ik denk deze fietseren ook wel in Budel. Maar er is goed nieuws voor die mensen, want na het weekend gaat de zon steeds vaker schijnen en gaan de temperaturen omhoog. Een beetje lenteweer op komst dus, maar dit weekend nog even door de zure appel heen bijten. Ook vandaag een regenzone trekt van zuid naar noord over het land. Dus de dag begint kletsnat. De loop van de ochtend begint het in het uiterste zuiden droog te worden. En de regen trekt dan steeds verder naar het noorden. Maar in het uiterste noorden wordt het pas later vanmiddag of vanavond helemaal droog. Dus daar toch echt een natte zaterdag. Temperaturen erbij 11 tot 13 graden. De wind die waait weer stevig door, maar dat zijn we inmiddels wel gewend. Een vrij krachtige wind in het binnenland en een harde tot soms stormachtige wind aan zee met daar windstoten tot zo'n 90 km per uur. Zware windstoten dus. Nou, het blijft nog even onstuimig op zondag en maandag, maar de zon laat zich dan wel steeds vaker zien tussen de buien door. En sommige buien gaan op zondag nog gepaard met hagel of onweer. Nou, maandag nog een enkele bui. En de dagen daarna krijgen we te maken met een hoge drukgebied. Het wordt steeds wat zonniger. De nachten worden kouder met in het binnenland lichte vorst. Overdag gaan de temperaturen juist omhoog naar een graad of 15 op donderdag. Misschien dat we dan in het binnenland wel weer uitkomen op zo'n 18 of 19 graden. En ook de wind gaat afnemen. Dit weekend nog een vrij krachtige wind. En volgende week wordt het echt een heel stuk rustiger.